Ja, ik ben net terug. Ja, dit is zo gedaan. Van mijn testrit met de Energica EVA SS9. Het was een grote teleurstelling. Ik ga uitleggen waarom. Het is niet om de reden dat je zou denken. Ik ben met de GS gegaan, zoals je kunt zien. Eigenlijk het grootste probleem dat ik dacht dat ik ging hebben was de accu die erin zit, is eigenlijk niet meer oké. Dus de koude start ging heel moeilijk. Ja, dit is zo gedaan. Het is uiteindelijk wel gelukt. Maar vooral de koude start ging heel moeilijk. Voor de rest, ik ben onderweg gestopt om te tanken. Die start daar ging vlot. Daar ter plekke opnieuw opstarten om terug naar huis te rijden. Dat ging ook vlot. Ik ben niet met de zero geweest. Die staat daar onder dat zeil. En indien gaan we ook terug 100 zeil. Ik ben niet met de zero geweest omdat het een rit was van 100 kilometer. En ik raak daar op zich wel. Over de snelweg raak ik daar op die 100 kilometer. Maar dan heb ik nog 20% accu of zo over. Ik raak nooit terug. Dus ik ben dan afhankelijk van de laadopties daar om genoeg te kunnen, allez, om te kunnen volladen terug om thuis te geraken eigenlijk, hè. Ik had zelf hier in mijn rugzak, ik had een lens mee enzovoort om wat foto's te nemen. Ik had recht zin in de testrit, maar ja, nee, grote teleurstelling, het is niet gelukt. Het is gewoon niet doorgegaan, de testrit. Ik kwam daartoe, dus ik had gisteren telefonisch contact opgenomen, gevraagd expliciet van kan ik een testrit komen maken. Dat was oké, die mens, ik heb diezelfde mens dat ik aan de lijn had, heb ik daar gezien, die zei dat is oké, kom maar mee naar boven, naar de showroom. Dus ik had toen al een klein beetje in het snot dat, omdat we naar boven moesten. Ah, ik ging ervan uit dat die een mens, dus dat wilde zeggen dat die een motor in de lift naar beneden ging moeten enzovoort. Voor een test zit in elk geval, ik ben mee geweest naar boven. We zijn rond die motor lopen. Ik vraag van. Allee, het zonder twee. En ik heb dus wel een klein beetje feedback. Gewoon omdat ik er rond heb kunnen lopen en erop heb kunnen zitten en zo. En een keer het gewicht voelen in stilstand en de features wat overlopen en zo. Maar ik heb niet kunnen testrijden. Dat kan ik al zeggen. En dat is ook heel mijn probleem met Energica. Ik kan. Er was tot voor kort geen verdeler in België. Dit is de enige verdeler in België. Daarvoor moest ik naar Nederland gaan en dan met COVID-19 is dat allemaal niet doorgaan om in Nederland te gaan testrijden. Maar nu dacht ik dus van in België met een eerste Belgische verdeler van daar te kunnen testrijden, maar nee, ook niet gelukt. Maar het ergste van alles is dat ik daar gewoon toe kom, krijg 100 kilometer, 100 kilometer terug, kom daartoe met een afspraak om te kunnen testrijden. Kom daartoe en ik vraag van ja, kan ik eens een stukje rijden? Het kwam erop neer dat die mens zei, ja, dat is goed als je akkoord gaat om hem te kopen. Dat is toch gewoon de omgekeerde wereld. Dan is dat geen, als ik eerst een koopovereenkomst steken, is dat geen testrit niet meer. Dan is dat gewoon een toerke doen met mijn eigen motto op dat moment. Dat heeft niks met testrijden te maken. Plus, ik ga geen motto kopen van 20.000 euro, zonder dat ik daar eerst een testrit mee kon doen. Dus ja, het wordt geen Energica. In de plaats daarvan ga ik. Ik heb wel nog goed nieuws gelukkig. Ik heb een bevestiging gekregen voor de bestelling van eindelijk via een ander verdeler wel van Zero, maar het is eindelijk wel gelukt. Heb ik een akkoord en een bestelbon voor de laadtank in de Zero te installeren. Dus dan ga ik eindelijk aan de volle 12 kilowatt kunnen laden. Dus ja, dat is mijn elektrische. Dat is momenteel mijn elektrische rit en dat blijft ook volgend jaar nog mijn elektrische rit. Ja, nog zoiets. Dit was wel. Kwam erop neer. Ik weet niet wat het allemaal waar is of niet, maar hij zei dat die twee modellen die daar stonden, dat omwille van de euro zoveel normen, ik weet niet wat de juiste normen zijn voor de motorfietsen, dan die omwille van die normen en wijzigingen die normen nog dit jaar ingeschreven moesten worden. Want dan zou volgend jaar niet meer ingeschreven kunnen worden. Nu moet je weten, we zijn vandaag. Zijn we de 20ste? Denk het. 19. We zijn vandaag 19 december. Bij de dieven en zo gaat er niet veel mensen aan het werk zijn. Dus het zal heel moeilijk worden om dat nu nog ingeschreven te krijgen. Je moet dus eigenlijk echt maandag. En hij zei het ook zo. Je moet dus eigenlijk maandag weten of je hem wilt kopen of niet. En anders moest hij hem zelf tweedehands. Allee, moest hem zelf inschrijven en dan als tweedehands verkopen. Blablabla. Mijn probleem niet, hè? Allemaal mijn probleem niet.
Maar het waren dus twee Energica's, twee Eva's. Eén was de SS9 en de andere was de gewone Eva. Ik denk de gewone Eva was €20.000 en de... Allee, zijn de prijs daar, hè. Als je op de website kijkt, de basisconfiguratie is ook 20.800 of zo. Dat is zonder BTW. En dan had hij nog de Energica Eva SS9 daar ook staan. Dat is zo'n blauwe. Mijn voorkeur ging naar die. Omdat die nog comfortabel... De Eva, ik heb daarop plaatsgenomen. Maar dat zadel is zo heel diep uitgesneden. Dat is eigenlijk bijna hetzelfde zadel als de Ego, denk ik. Dus een heel diep uitgesneden zadel. Heel sportief voetsteuntje. Bij de Zero ook, he, daar niet van. Maar goed, dus dat was eigenlijk een redelijk hoog stuur. Maar ook een beetje gelijk die, vrij sportief nog altijd. Terwijl dat de SS9 wel echt een pak comfortabeler was. Dat was zo meer een retro zadel, een veel comfortabeler, breder zadel. En het stuur was ook nog een pak hoger. Het ene minder mooie vond ik aan die SS9 is dat dat zo'n ronde koplamp had. Dan vond ik de koplamp van de gewone Eva wel mooier. Die SS9 was nog iets goedkoper, denk ik dat 10.000-19.000 euro stond. Ja, dat zijn wel effectief mooie prijzen, daar twijfel ik niet aan. Ja, hij beweerde dat hij die aan 21 had gekocht. Opnieuw niet mijn probleem wat zijn inkoopprijs was. Ja, nee. Het waren dus twee modellen met de oude accu-configuratie. Ja, ook heel opvallend. Het was een van die motorfietsen. Het rempedaaltje was omgebogen. Dus die is volgens mij al een keer omgevallen ook. Maar goed, ja. Ik ga dus verder in die investeren. Om daarmee verder te kunnen rijden. En rapper te laden. Want het feit is ook... Die Energica's hebben wel die... Die snellader, dus die kunnen op 20 minuten was tanken naar 85% opladen, die kleine accu's. Die grotere accu's zijn dan weer wat langer. Maar ze hebben een kleiner bereik. En als je niet met zo'n snellader oplaadt, dus met een gewone type 2, zo die 11 en 22 kW laders, wat ik nu verder in ga investeren om aan die 12 kW te komen. Als je met zo één oplaadt, dan kun je met die Energica's maximum aan 3 kW laden. Dus dan ga je eigenlijk nog trager. En dat zijn de laadpalen dat ik... Dat je op de meeste plaatsen tegenkomt. De laadpalen in de dorpjes. De echte snelladers komen nog niet zo heel veel tegen. Dan moet je echt wel aan de snelweg en zo gaan stoppen. Maar ja, nee, ik rijd dus verder met... ik heb het op de terugweg allemaal een beetje moeten verwerken. Ik vind het echt onnozel. Ik ben tot daar gereden. Met een afspraak voor een testrit. En... Ik heb info gehad en ik heb er een keer kunnen rondlopen, ik heb er een keer kunnen opzitten en ik heb een keer kunnen proberen zo van die dingen. Dat is allemaal tof, maar ik kwam daar voor een testrit. Ik kwam daar niet om. Daarvoor kwam ik eigenlijk niet. In elk geval, ik ga mij erover zetten en ik ga verder. Op mijn Zero. Verder op mijn Zero.